allemaal, ik ben Michelle en dit is Tom van Mentoday. Deze week lees je in Viva het grote liefdesonderzoek, waarvoor we single mannen hebben gevraagd wat zij nou eigenlijk willen. Wij hebben het zelf gedaan met een single vrouwen en het lijkt me tijd om de resultaten even te gaan doornemen. Op de tweede date vind ik het echt niet erg om mee te betalen, maar op de eerste date, be a fucking gentleman en betaal. Lijkt me ook. Ik ben het er ook mee eens. Het lijkt me, dat hoort bij een gentleman. Ik heb wel eens achteraf een sms'je gekregen van iemand met wie ik op de eerste date was geweest. Ja. Of ik even de helft van het bedrag wilde overmaken op dit en dit rekeningnummer. Hoe oncharmant wil je overkomen? De puberteit begint echt soms al 5 jaar later dan bij veel vrouwen. En nou, nu is het verschil ook 5 jaar. Misschien dat nog een beetje doorwerkt, zeg maar, in de rest van je leven. Wij vrouwen hebben toch zoiets als een biologische klok. En die gaat op een gegeven moment tikken. Hoe vreselijk dat ook is. Maar ik denk dat uiteindelijk de natuur toch een beetje gaat roepen. En dat je denkt, ja, dat je een beetje nesteldrang krijgt. En mannen zijn volgens mij ook een beetje bang om te settelen. En durven niet zo snel toe te geven aan, deze relatie is goed. En ik hoef niet meer dan dit. Als een man het ergens fijn vindt, dan wil hij toch ook settelen? Zeg maar tot een beetje 30ste, dan kun je nog van alles nog wat doen. Dat is een beetje de perceptie. En daarna is het een beetje klaar. Dan heb je je vrouw gevonden, ga je kindjes maken wellicht. En dan is het klaar. Ik denk dat dat een gedachte is die veel mannen enigszins beangsten. Zo schiet het natuurlijk nooit op. Want als single mannen en single vrouwen allebei afwachtend zijn, hoe kom je dan nooit bij elkaar terecht? In een kroegsituatie vinden heel veel single vrouwen het lastig om direct op iemand af te stappen en een praatje te maken. En blijkbaar vinden mannen het ook fijn als vrouwen voor het eerst op hen afkomen in de kroeg. Een stoere, assertieve vrouw die op jou afstapt, dat is heel aantrekkelijk. Wij vrouwen willen toch gewoon een beetje versierd worden door een man. Ik bedoel, jullie zijn toch de jagers, toch? Ik zal het doorgeven. Weet je wat het is met vrouwen? Ik denk dat die gewoon een beetje bang zijn voor te agressieve flirters. Dan geef je een beetje de indruk dat je maar uit bent op één ding. Dat is trouwens grappig, want mannen hebben er helemaal geen moeite mee als vrouwen direct gaat flirten. Dat is gewoon alsof de prooi, zeg maar, je mond inloopt. Hoe zit het dan met als meisjes te makkelijk zijn? We moeten wel onderscheid maken tussen een leuke avond hebben en een lange relatie hebben. Want ik denk niet dat er heel veel mannen zijn die dat heel aantrekkelijk vinden op de lange duur. Best wel een groot deel die wil gelijk van Bill, eigenlijk. Verrassend, of niet? Nou, als het een fantastisch iemand is en de nacht was ook fantastisch, tuurlijk. Dan wil je meer. Je maakt mij gewoon het gelukkigst met een hele goede zoen en een sms'je dat hij nog een keer wil afspreken. En hij heeft betaald. Ja.